Mijn zusters, shalom. Het is op mijn hart om aan het einde van dit jaar een boodschap met jullie te delen. Enerzijds om elkaar scherp te houden en anderzijds om elkaar te bemoedigen en aan te sporen in de navolging van de Heer Jezus. Wanneer we om ons heen kijken, kunnen we moeilijk ontkennen dat we in een bijzondere tijd leven. Een oud lied verwoordt het zo. De mensheid wordt steeds meer in vrees en angst gehuld. Het profetische woord wordt steeds trouwer vervuld. Maar wat ook gaat wankelen, mijn Jezus wankelt niet. De rots aller eeuwen, mijn kracht en mijn lied. En wat is het belangrijk om in een tijd waarin zoveel angst en onzekerheid heerst, juist dit tegen elkaar te zeggen: Wat ook gaat wankelen, mijn Jezus wankelt niet. Graag wil ik kort drie gedachten met jullie delen. Allereerst worden we in de Bijbel opgeroepen om voorbeden te doen, in het bijzonder voor onze overheid. De apostel Paulus schrijft in 1 Timotheüs 2, vers 1 en 2 het volgende. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Je mag weten dat ik persoonlijk erg bezorgd ben over de ontwikkelingen in ons land en de gevolgen daarvan voor het Bijbelse getuigenis. Onze overheid heeft hier een heel belangrijke rol. Zorgen over ontwikkelingen in ons land leven er niet alleen bij mij, maar bij heel veel mensen, gelovig en ongelovig. Nu is het belangrijk om voordat we wat vinden van en iets zeggen over bepaalde overheidsbesluiten we onze overheid een plaats geven in onze voorbeden paulus schrijft ik vermaan ik roep je op om voor alles om allereerst te bidden het leidinggeven aan een land en volk vraagt om god's wijsheid en om een verlicht verstand door de heilige geest voorbeden doen betekent dat wij tussen god en een andere partij in gaan staan in dit geval Tussen de Heren en ons volk, tussen de Heer God en ons kabinet. En dat we vervolgens de nood waarin we verkeren bij de Heer brengen, zodat Hij vanuit de Hemel zal ingrijpen in de huidige situatie en zal doen wat is tot eer van Zijn naam. Het doel van deze voorbeden is, volgens Paulus, dat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Helaas hebben we in onze maatschappij steeds meer te maken met het tegenovergestelde. We zien polarisatie en verdeeldheid. En misschien vraag jij je ook wel eens af, als dit zo doorgaat, waar eindigt dit? Nou, dat brengt mij bij mijn tweede punt. Waakzaamheid is geboden. We lezen in 1 Thessalonicense 5, vers 6, laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen. Maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Helaas moeten we vaststellen dat onze overheid, die mede verantwoordelijk is voor een stil en gerust leven, de huidige polarisatie zelf in de hand werkt. En ik denk in dit verband vooral aan het beleid dat wordt gevoerd in het kader van COVID-19. Nu ben ik geen virusontkenner en ook ben ik niet per definitie tegen bepaalde overheidsmaatregelen. Integendeel. In deze video. Gaat het mij ook niet om de vraag of iemand zich wel of niet moet laten vaccineren? Maar waar het mij wel om gaat, is dat mensen worden uitgesloten. Ik zie het gevaar van uitsluiting in het maatschappelijk leven. En in dit geval gaat het dan heel specifiek over ongevaccineerden. De meerderheid lijkt de minderheid te gaan overheersen, over hen te gaan heersen. En een onheimisch gevoel vervult mijn hart. En met dat ik een oproep doe om voorbeden voor de overheid te doen, roep ik je ook op om overheidsbesluiten en de gevolgen daarvan eerlijk en vanuit een bewogen hart te beschouwen. En als ik dat doe, dan komen er steeds meer prangende vragen in mij naar boven. Bijvoorbeeld: hoe komt het toch dat bezwaarde en kritische wetenschappers, die anders denken wat betreft het coronabeleid, dan de mainstream media de mond wordt gesnoerd. Hoe komt het dat eerlijke en terechte vragen over bijvoorbeeld de oorzaak van de oversterft in het afgelopen jaar niet of nauwelijks worden beantwoord? Hoe komt het dat nu zo'n 85% van de bevolking is gevaccineerd, we nog steeds dezelfde problemen hebben als een jaar geleden? En als minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie. Van 14 december jongsleden zich in dreigende taal uit richting ongevaccineerden. Ik leg me niet neer bij het recht om nee te zeggen tegen vaccinatie. Dan, dan is het toch niet vreemd dat mensen vragen krijgen bij het coronabeleid? Het is juist een gezond teken dat mensen vragen gaan stellen: wat is er aan de hand? Wat zit hier nu ten diepste achter? Nou, elke nuchtere Nederlander kan constateren dat er iets misgaat. En dat heeft niets te maken, laat dat duidelijk zijn, met complotdenken of met het zijn van een wappie. Integendeel. Wij mogen dit als christenheid niet oogluikend toestaan. Nu zijn er diverse broeders en zusters die mij tegenwerpen: maar waarom deel je dit? Waar maak je je druk om? Dit heeft toch niets met het bijbelse geloven en getuigenis te maken? Nou, dat is nog maar de vraag. De geschiedenis leert namelijk dat uitsluiting een heel gevaarlijke ontwikkeling is. Dat moeten we met elkaar niet willen. In ons land is altijd ruimte geweest voor minderheden. Opvallend is dat juist nu de liberale partijen in ons land niet zo liberaal en tolerant blijken te zijn. Vrijheden en grondrechten staan onder druk. En we lijken met elkaar, als slaapwandelend, een controlemaatschappij in te stappen met alle wrange gevolgen van dien. Niet heel ver hier vandaan, in Oostenrijk, krijgen ongevaccineerden volgend jaar een boete en lopen ze het risico om notabene in de gevangenis terecht te komen. En dat in het moderne, ontwikkelde Europa. Daarbij komt nog dit: dat het nieuwe kabinet een regeerakkoord heeft gesloten, waarbij ik er niet gerust op ben welke kant het op gaat, wat betreft medisch-ethische kwesties. Het regenboogakkoord en de vrijheid van onderwijs. En als uitsluiting een plaats krijgt in onze samenleving, dan vraag ik me oprecht af wat de gevolgen op langere termijn zijn, op andere levensterreinen, op andere gebieden. Hoe lang kunnen we bijvoorbeeld nog aan publiek de Bijbel naspreken als het gezaghebbende woord van God? Hoe lang kunnen we de Bijbelse principes nog toepassen in de praktijk van ons leven? Hoe lang kunnen we nog in vrijheid fysiek samenkomen? Het is van groot belang dat we als christenen waakzaam en nuchter blijven. Juist ook als het gaat om overheidsbesluiten en de gevolgen daarvan. En hiermee. Kom ik tot mijn laatste punt. En dat is dat verootmoediging is vereist. We lezen een prachtig vers in 2 kronieken 7, vers 14. Daar staat: En mijn volk, waarover mijn naam uitgeroepen is, als het in ootmoed buigt en bidt, en zij mij aangezicht zoeken en zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Ja, ik besef. Dit Bijbelvers is allereerst van toepassing op het volk Israël. Maar tegelijk durf ik te stellen dat dit een algemeen Bijbelsprincipe is. Dat in de weg van verontmoediging en bekering de Heer een individu, maar ook een volk, vergeving en genezing wil schenken. En dat begint dat proces niet bij ongelovigen. Dat begint bij de gemeente van de Heer Jezus Christus. En we mogen de vraag wel stellen aan onszelf, wat hebben de huidige ontwikkelingen ons te zeggen? Waarbij ik tegelijkertijd wil wijzen op de woorden uit de eindtijdrede in Matthäus 24, vers 6, waar Jezus zegt: Word niet verschrikt, want al deze dingen moeten gebeuren, maar nog is het einde niet. Sommige ontwikkelingen moeten gebeuren en zijn niet meer af te bidden. Dat is ook een kant. Zo kan het zijn dat de Heer de huidige coronacrisis niet oplost. Maar dat hij deze crisis gebruikt om Nederland terug te brengen bij zijn woord. En velen de Heer Jezus zullen aannemen als hun Heer en Heiland. Wat zou dat een geweldige zegen zijn. Broeders en zusters, tenslotte, laten we er tegelijk voor waken dat we ons niet te veel richten op wat kan ontmoedigen. En wat ons zorgen geeft. We eindigen dit jaar niet in de mineur. Zeker niet. Een oude broeder bemoedigde mij ooit met de woorden: Elke dag brengt ons dichter bij het beste. En ik werd persoonlijk deze dagen sterk aangesproken door de woorden van de profeet Jesaja. We lezen in Jesaja 53, vers 10 die bekende woorden: Het welbehagen van de Here zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Het welbehagen van de Heer zal door de hand van Jezus voorspoedig zijn. Dat heeft alles te maken met zijn goede bedoelingen voor de mensheid en met de volvoering van zijn heilsplan. Het geweldige is dat niets en niemand de Heer daarin tegen kan houden. Dat is voor de gelovigen een geweldige troost en een krachtige stimulans om vol te houden in deze chaotische wereld. Laten we de tijd en de mogelijkheden die we hebben zoveel als mogelijk uitbuiten... Door het evangelie, het goede nieuws, te blijven verkondigen en uit te leven. Zodat er nog veel mensen gered zullen worden door het geloof in de Heer Jezus Christus. Getuig van de hoop die in je is. En laten we tegelijk als gelovigen elkaar bemoedigen en aansporen om op te wassen in genade en kennis van de Heer Jezus. Dat juist deze tijd een tijd zal zijn. Van geestelijke verdieping en geestelijke vernieuwing. Voor allen die in Christus zijn, is er verwachting. Geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop. En de apostel Paulus die stelde een belangrijke en actuele vraag in Romeinen 8, vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? En vervolgens beantwoordt hij deze vraag met de prachtige woorden uit Romeinen 8, vers 38 en 39. Wat lezen we daar? Want ik ben over, ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heeren. Ik bid jullie tenslotte Gods zegen en nabijheid toe. Voor nu en ook met het oog op het jaar dat voor ons ligt.